Kijk eens, is dat wat voor u? Mevrouw, dit was uit de Ming-dynastie, de tweede eeuw van na Christus. Schrok u? Oh, wat doet u nou? Zo'n duur bord laat u vallen. Ja, Joke, staat er een merkje op? Ja, kijk eens, dat is blauw. Dat is een hele mooie. Een hele mooie, ja. Dat is het Chinese blauw uit 1745 van de Ding-dynastie met Drentse invloeden. Denkt u dat het een echte is, mevrouw? Ja, het is wel echt, maar het is geen hele oude. Kijk, er zit een Drentse invloeden. Er zit een Hollandse klederdracht op. En wat is bij u echt dan? Nou, omdat ik het vermoeden heb dat het niet met de hand geschilderd is. Omdat er hele kleine printpuntjes zitten. Heb ik het vermoeden dat het geprint is. Als je daar... Ja, dat is een printje, ja. Mooi, hè? Ja, weet u dat dat Delfts blauw is? Nee. Maar de blauwe verf is er wel in Delft opgebracht. Echt als... Ja, maar dat is ook weer anders, hè? Wat heb u dan? Drie van die vazen. En ik wou hem aan mijn zoon geven, maar hij zei, ik moet ze niet, want die komen uit Delft, dat is niet echt. En maar, nou, die vergelijking met die vazen en dat bord, is wel weer een vergelijking, hè? Maar Delft blauw komt uit Delft. Ik kom uit Delft, oh. Mevrouw, kijk eens, nu hebben we in één keer twee van die borden. Dat is toch prachtig? En wat denkt u wat u daarmee zou kunnen doen? 50%. Mevrouw, ik heb nog wat moois gevonden. Oh, dit is een Delfts blauw, hè? Heb je hem hier afgezien? Kijk. Hij heeft het dan toch net niet, hè? Zijn je nou een tientje samen? Ik ben heel blij nu. Ja, maar u weet dat u dus twee borden uit de Ming-dynastie heeft, hè? En dat weet je ook niet, dat het uit de Ming-dynastie... Dat merk je straks bij Kunst en Kitsch wel. Dan ga ik ermee. Oh, dat... En staan die vazen nog bij u op de kast? Ja. Ik kan natuurlijk even komen en ze kapot gooien. Ja, vind ik jammer. En dan moet ik weer schrikken.